nu moeten we dus weesgegroetjes moeten we. Schietgebedjes. Als de jury om kon kopen, dan deed ik het nou nog. Hoeveel is het je waard? We kunnen het nog proberen. Nee, ik denk daar zal het niet gaan. Maar ze kijken niet naar hem. Nee, ze kijken ze allemaal één voor één. Uitslag van groep 8. Nummer 472. Dat is een sterk gebouwde hengst. Die met veel afdruk op de manier van lopen heeft. Dat toch met meer souplesse en met meer werk op de mens zou moeten doen. Oké, dus als ze dadelijk zijn naam zeggen en ze gaan praten, weten wij over en uit. Ja, dan is het gewoon kut. Oh, nu komt-ie. 479, de Hennessy Man Bordeaux. Keigoed, hè? Keigoed! Ja, hier bij voor de kerk, ik mocht eigenlijk niet met hem naar de keuring. Nou. Goed! Ik zei het toch? Jij! Yeah. Maar vandaar mocht ik hem niet meer meenemen. We hadden hem eerst met iemand samen. Ik zei, pap, ik doe hem niet weg. Ik koop hem helemaal. Hij is van jou. Ja, deze is van mij. Wauw! Nou, stel, we brengen hem op stap. Dan mag je plassen. Het is feest! Nou. Ik kom zo naar boven. Pa is blij. Ja. Ja, dat is wel mooi dat wij het samen doen en dat het een familiebedrijf is, denk ik. Als je dat met allemaal personeel, dan is het ja, denk ik toch anders. Wij hebben één waar je dan helemaal voor gaat. En als je een groot bedrijf hebt, heb je er natuurlijk veel meer. En we hebben uit de 10 die je opvolgt eentje waar je dan op hoopt. En zo één heb je maar eens in zoveel jaar of misschien wel nooit meer. Dus als je dat dan hebt, dan is dat wel kicken. Omdat Mart goedgekeurd is, mag hij nog een ereronde doen voor het publiek. Een belangrijk moment voor Steffi om haar visitekaartje af te geven aan de internationale paardenwereld. Hij moet raven, Matthijs. Ja, eigenlijk begon hier de laatste zijde pas. Ja, maar hier hij liep heel goed. Als er nou hier iemand in, op die tribune denkt, dat paard moet ik hebben en die doet een goed bod. Ja, er hebben er net al gebeld, maar... Ben je al gebeld? Ja. Dat ze hem willen kopen? Ja, maar ik heb nog niet gehad. Het gaat dan tegen mijn gevoel in, dus dat is een beetje lastig. Maar het is toch ook een heel groot compliment? Ja, dat wel. Alleen dan van die is... minuut hier in die arena... Ja, dat klopt. Het is wel cool als een paar van die grote namen er naar vragen, ja. En was dit een grote naam? Ja. En waar is dan een grote naam? Dat is, weet ik het, iemand in het buitenland? Ja, wereldwijd heel bekend, ja. En die hebben interesse in jouw markt? Ja. Lopen heeft getoond. En wat nou? Ja, nou wordt het afwachten. En dan... ik weet eigenlijk niet wat het goede scenario is. Want die willen we eigenlijk niet kwijt, maar stel er komt een bedrag dat je daar serieus over na moet denken, want ja, we moeten er ook van leven. En hij komt bij zo iemand terecht, dan weet ik ook zeker dat hij alle kans krijgt en 100% goed verzorgd gaat worden. Ja, dan moet je misschien toch ergens een knop proberen om te zetten om je gevoel uit te schakelen. Maar daar probeer ik nou nog even niet... Jouw baby? Ze doen een bot op je baby. Als ik er minder gevoel bij had, dan was het een stuk makkelijker. Dan was het net als je een auto verkocht. De hele paardenhouderij is ook niet makkelijk. Dus als wij door willen, moet je wel af en toe een keer een klapper hebben. Anders blijf je niet bestaan. Inmiddels heeft Steffi Mart verkocht en heeft hij een leven als een prins. En zoals ze zelf zegt, een transfer van PSV naar Barcelona. Hij krijgt alle kans om zich te ontwikkelen tot een Grand Prix paard. Het was een goede dag. Ja, zo gaat hij de boeken in. Ja. En hoe lig jij nou vannacht in je bedje? Waarschijnlijk dronken. Ja, als ik eerlijk ben wel, ja.